van gisteren en de hits van vandaag. En dat allemaal voor de wagenbouwers. Wagenbouwers FM is van en voor de wagenbouwers. Kijken wij op de kalender, dan zien we dat we zo langzamerhand mogen gaan aftellen. Ja, want het is bijna de laatste zondag van augustus. Kijken we eens aftellen. Even je gezicht in de plooi, heel goed. Ja, en je weet hoe het zit, hè, bij de Brabantse Dag in Hezen. Hoe, Aubeet? Je bent wagenbouwer met een grote W. Want de Brabantse Dag is de grootste theaterparade van het jaar. Nou, het is bijna de 26e. Laat de parade maar komen. Duurt niet lang meer. Spannend. Oh yes. Zondag gaat het gebeuren. Zondag gaat het gebeuren. De Brabantse Dag. Wel af en toe een beetje aan die wagen werken, hè? Ja, heel goed. Dan. Goedenavond, het is dinsdag 21 augustus, 6:30. Nog 5 nachtjes slapen. En dan is Brabantse Dag het grootste theaterparade van het jaar. Goedenavond, dames en heren. Berry Brabants Kwartier zit vol Brabantse Dag-items. Sterker nog, dit programma gaat alleen maar over de Brabantse Dag. Alle gasten zijn gerelateerd aan de Brabantse Dag. Vanavond de gast hier in de show. Christa van de Broekendaamse Stichting Brabantse Dag. Patricia Kerkhoffs namens Vriendenkring Snoeien. Ruud Leijsen namens Vriendenkring Iske Schif. En Nathalie Nuits namens de Rode Hoek. Vriendenkring de Rode Hoek. Dit programma is live gezien bij Wagenbouwers FM via hun YouTube kanaal. Wordt gestreamd bij Hezen 24 vanaf 8 uur op Horizon TV. Omroep Brabant heeft interesse evenals CNN en Al Jazeera. Krijgt dus nog verder vervolg. Berry's Brabants Kwartiertje doet exact een Brabants kwartiertje. Oftewel, misschien doen we hier vannacht nog. Er is mogelijkheid voor een kijkervraag. Als u daar denkt van, nou, er is een vraag die ik echt graag had willen stellen. En die is door mij niet gesteld. Gewoon doen. Hè? Gewoon even op de laptop, even intikken onder de Facebookpagina van Wagenbouwers FM. En dan krijgen we te zien. En dan komt er even zelf de kijkersvraag ergens uit de lucht gevallen. Waarschijnlijk. Goed, we gaan meteen beginnen. En we gaan er iets moois van maken. Gisteren een paar technische dingetjes gehad, maar daar gaan we vandaag helemaal niet meer aan denken. Dit gaat helemaal goed komen vandaag. Blijf kijken, blijf genieten. Het wordt een leuke uitzending. Ik wil even naar voren halen. Christa van den Broek komt erbij, schuif aan. En Patricia Kerkhoffs namens Vriendenkring Snoeien. Dag dames. Meneer. Leuk dat je er bent. Ja, zeker. Zeker leuk dat je en komen. Pino. Hi. Pino heeft ja, erbij gebracht. Hi. Gezellig. Ja. Kom een beetje dichterbij staan. Ja, ja, ja. Dat staat er helemaal in het beeld namelijk. Hè. Als je een half Patricia zo ergens voorbij komt, dan geloof ik niet dat jij het bent. Nee. Dus vandaag. Goed verder. Goed, dames. Ja, goed. Goed. Ja, het houdt je bezig. Leuke dag gehad. Ja. Patricia ook. Ja. Was gezellig. Heb je leuke dingen gedaan? Kom net van de vrienden van de wagenbouw af of niet? Of ja, vanmiddag even geweest. Ja, vanmiddag het werk nou tussendoor. Denk even. Nee, dat ook niet. Nee gewoon je hebt al een tijd om weer volledig te storten op de wagen, zeg maar. Ja, ja. Ja, maar goed. Ja, ja zeker. En jij gaat niet op vrijdag deze week verder, want jij hebt natuurlijk heel erg druk. Nee, ik heb collega's die ook wagenbouwer zijn. Dat scheelt. Dan moet iemand het schip bemannen, dus ik beman het schip. Toch wel, ja? Dat kan allemaal erbij. Ja, slaap is voor mietjes, hè. Nee, dus dat volgende week iedereen weer. Ja, juist. Een beetje doorgaan. Hé, hey, mag het allemaal goed verder bij jullie met de bouw? Ja, dat gaat heel goed. Ja. Dat is super. Wat was jouw taak binnen Vriendenkring Snoeien? Ik zit in het bestuur. Dat meen je niet? Ja, dat hang op, maak me gek. Ja. Zelfs ook nog DA voorzitter. Kijk eens aan. Dus dat geloof niet meer in de Pino op nee, school. Dat niet geloven. Nee, ja. Dus ja, dat is wel leuk. Wel leuk gezellig, ja, dat is wel leuk. Maar het is, is leuk. Dus ja, je moet iets doen daar bij de snoeikjes. Ja, ik denk doe dat maar. Heb ik ook een relatie met een snoeikje of toch niet? Ben jij een van de? Ja, eigenlijk wel. Ja, vertel. Snoei dan? Nee, ja, René Thiemessen. Ja, dat is familie van Snoeien. Ja, dat klopt. Dan ben ik niet getrouwd. Oh, het is dat niet hoor. Nee, team is echt. Verdomme, ze hebben je al vergeten. Ja, erg, zeg maar. Ja. Ik denk ook net telefoonnummer vragen, maar dat is. Ja, dat kan altijd dan. Nog, maar. Kan altijd. Kijk, dit geeft dan weer een ingang. Vind je niet, Christa? Ja, alles kan kapot. Alles kan kapot. Zo is dat. Met de laatste dag gebeuren gekke dingen. Ja, dat is waar. Toch? Ja.
Hey, even kijken. Ik denk dat hij iets leuks doet. En waar ik ook opviel, ik heb hier dat boekje weten wel. Christa kent het boekje van Harvard, dat Gortje. Het is helemaal gemaakt. Onder andere jij. Met de hele werkgroep. Maar dat doen we met meer dan alleen Christa, dames en heren. En dit boekje is al te verkrijgen bij het perron. Ja. Toch? Of nog meer plekken? Ja, bij het perron inderdaad. En zondag bij alle kassaposten uiteraard. Uiteraard, bij alle kassaposten. Ja, maar nu al bij het perron. Ik kan er vast bestuderen. Hartstikke leuk. Mooi gemaakt. En Friederike Snoeien gaat als tweede. Staat er ook allemaal in. Jullie gaan als tweede vertrekken. Ja. Dus vroeg en bier en zo. Tijd klaar, weet je wel. En is goed. Ja. Hey, maar 1978. Zegt dat iets? Ja, wij doen het over Marietje Kessels. Nee, dat bedoel ik niet. Oh, 1978. 1978, dat is jullie startjaar. Ja, dat klopt. Dat is 40 jaar. Ja, dat klopt. 40 jaar in de keer snoeien. Ja. En je hebt ze allemaal meegemaakt? Bijna. Bijna. Wel veel. Maar gaat men deed. Maar nee, wel veel, maar... Ja, nee, precies. Begrijp het allemaal. Maar ja. Marietje Kessels dan inderdaad, dat is inderdaad iets eerder geweest dan Marietje Kessels, want jullie gaat vanuit Ravenstein naar Roosendaal, stopten jullie even hier bij in Tilburg. Ja, dat klopt. De zoektocht naar Marietje Kessels. Ja. Wat kan je erover vertellen? Wat kan ik erover vertellen? Wij beelden eigenlijk echt letterlijk de zoektocht uit van Marietje Kessels. Ja. En wij hebben de kerk nagebouwd waar Marietje in is aangetroffen. Is gevonden daar, hè? Ja. Hoe ver is dit verhaal? Is dat echt een waar gebeurd verhaal? Het is een waar gebeurd verhaal. Geen sprookjes hebben de verhaal. Nee, mythes wel, legendes, maar geen sprookjes. Nee, en in Tilburg leeft het nog steeds. En toevallig was er gisteren iemand bij ons op de bouwplaats. En die is in die kerk gedoopt. Ja. En die zei van het is nog heel. Het is best wel actueel nog in Tilburg. Echt waar, ja? Want we hebben het hier over 22 augustus 1900. He? Ja. 1900, hè? Dat is even een paar jaar geleden, toch? Hè? Even terug, ja. Maar dat leeft nog steeds. Het is een heel tragisch verhaal, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. En het is in die zin ook wel heel actueel met nu, hè? Met misbruik, seksuele intimidatie. Ja, dat wordt hier niet direct in genoemd, want dat is eigenlijk wel een ding, waar ik even over hebben, dat viel mij ook al op, hè? Marietje Kessels, dames en heren, is op 11-jarige leeftijd eigenlijk spoorloos verdwenen, uiteindelijk in een kerk teruggevonden. Dat is het verhaal, hè? Ja. 11-jarige leeftijd, en toen moest ik ook wel even eerst denken, katholieke kerk, is zij teruggevonden, 11-jarig meisje. Ja. En daar staat verder niet in het verhaal dat er iets mee misbruikt. Daar gingen ze toen de tijd helemaal niet vanuit natuurlijk, dat doen die katholieken niet. Nee. Maar dat is nooit bewezen, dat is te speculeren natuurlijk, hè? En ook wie het gedaan heeft. Zelfs dat? Maar dat is toen de tijd werd dat natuurlijk helemaal niet bekeken. Nee. Tot 10 jaar geleden werd er niet gekeken van, kan een priester zoiets doen? Maar nou gaat het suggereren dat dat zo is. Nee, we gaan niks suggereren. De zoektocht beelden uit. Marietje is gevonden in de kerk. Marietje ligt ook in de kerk. En voor de wagen hebben wij mensen die zoeken. Ja. In het begin van een zoektocht als iemand vermist is, als iemand kwijt is. Ja. En dan hebben we engelen op de wagen en Marietje. En die engelen die wijzen eigenlijk van hier ligt ze, we weten dat hier ligt ze. Ja. En achter de wagen zijn mensen eigenlijk nog steeds in wanhoop en verdriet en een soort van paniek. Van ze is er nog steeds niet. Ja. Dus echt letterlijk de zoektocht. Oké. En dan ga ik daar als kijker, hè, want ik ben theatermaker. Mm-hmm. Ga ik daar ook koude rillingen krijgen? Ga ik daar voelen? Ja, dat hoop ik van wel. Dat is de bedoeling toch, hè? Ja, dat doen we wel. Want aan mijn idee is dat zo, als je een wagen bouwt, hè, dan moet ik als publiek iets ervaren. Hè. Ik moet emoties ervaren. Een emotie, ja. Of blijdschap. Of blijdschap, of angst, of iets inderdaad moet aan de boven komen. Ja. Daar moet ik vertrekken als je iets ontwerpt. Hè. Ja. Wat willen we bij het publiek krijgen? Je wilt kippenvel hebben, of lachen inderdaad, boos worden. Maakt niet uit, verwacht. Als er maar emoties. Dus ik ga ervan uit dat ik dadelijk ga wel. Ja, ik hoop het wel. Want het is natuurlijk een heel tragisch verhaal, absoluut. Hè? Ja. Pino had ik ook niet meegebracht. Ja. Ik kan zeggen, misschien het speelgoed wat zij hebben. Ja. Belachelijk veel speelgoed. Ja, dat is inderdaad. Dat zal zeker daaraan bijdragen. Ja. Want we hebben de silhouet van, het silhouet van Maartje Kessels, Marietje Kessels, is dus door middel van speelgoed wordt hij op de wagen. Aangebracht, zeg maar. Daarmee willen we eigenlijk aangeven dat ze het kind zijnde, precies, dat Marietje een kind is. Ja. Want, geweldige vondst. Ja. Top, geloof ik niet. Het idee van jouw speelgoed, klopt perfect. Het ziet er echt heel mooi uit. Het ziet er echt een geweldig idee. Maar je hebt Pino ons meegebracht? We hebben zeg maar een Pino bij ons in de kantine hangen. Dat is een tweelingbroer.
We moesten spelen. Is dit een tweelingbroer? Ja, dat is een tweelingbroer. Ik heb een tweelingbroer of de grote? Wist je dat? Pino ja, die is geel. Die is geel. Die is die geel? Tweelingbroer is geel. Ik ken alleen de Pino, maar die staat op de die komt er zover. Maar die, dat is niet... Nee, dat is, wij, ik zal dat vertellen, want we hebben een Pino bij ons in de kantine hangen. En die hangt er echt al jaren. Iedereen die bij ons bij snoeien komt... Die weet gewoon, ieder jaar wordt Pino weer opgehangen in de kantine. Dus die Pino die heeft van mascotte, alles gezien. Mascotte van... Ja, ik... ja. En dan dus, had je ook een zoektocht naar Pino natuurlijk. Ja. En dan, dan mocht die Pino dan weer gaan. Tommy in die mini op tour, ja, zeg maar. Ja. Ja. En ieder jaar komt hij toch weer uit de container. En dan hangen we hem gewoon weer op. Maar dit jaar hebben we natuurlijk allemaal speelgoed bij elkaar gesprokkeld. Ja. En dan kwam deze Pino en dat is gewoon zijn tweelingbroer. Dat is gewoon net... toch geweldig. Ja. 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 Dat moet zo zijn. Ja, ja, ja. Dat zo zijn. En meteen reserveonderdelen, ideaal. Ja, ook, ja. Als we kapot gaan bij een andere Pino ja, dan... Ja, die andere wel aan toe, want die andere, ik dacht, ik neem hem niet mee, want die is er zo slecht aan toe. Ja, is hij groter of kleiner? Nee, hij is ongeveer even groot, maar hij is wel een stuk magerder en heel bleek is hij geworden. Ja. Dus, afzien hoor. Oké, okay, ja, dat is ook, die vallen die meest een braafste dag aan. Nee, toch? Ja, ik snap het helemaal. We kijken ondertussen, ik even kijk, er zit een kastje daar staan. Dan kunnen ze zien hoeveel kijkers ze momenteel hebben. Serieus, hoeveel? Gisteren, ja, gisteren zijn maar 150.000 geëindigd. Hè? Ja, en nu maar op dit 300.000. Kijk, nee, nu op 300.000. Dus kijk, wat gaat er grap, hè? Dit kan gewoon viral gaan. Ja. Dit is helemaal geweldig, toch? Ja, snap ik. Helemaal super. Christen, bij jou gaat alles goed, zetten verder en zo. Ja. En je bent gewoon druk bezig. Ja, daarom heb ik het item wat meegenomen, is ook mijn telefoon, want die... Dat kan niet missen. Oh ja, precies. Dat is continu bij jou een klein stukje. Ja, ik heb de voicemail in deze periode ook uitstaan. Ja. Omdat mensen die maar blijven inspreken. En dat heeft geen zin, daar red ik niet meer. Christa, jij doet even jou, iedereen die jou niet kent nog niet helemaal. Christa doet de PR. Ja, marketing en PR. In de breedste marketing, er ook naar Schepkeboer, marketing erbij. Ja, alles. Alles erbij, hupsakee. En daar ga ik het razend druk mee, zeker, want ze hebben het hele programma omgesodemieterd. Ja, even, moet je even vertellen tegen mensen ook en zo. En ja, en dan moet jij proberen dan, middels allerlei, ja, uiteraard social media. Maar ook zo'n krantje als we hier hebben, die kunnen ook al gaan halen, krantjes gewild. Als je nog niet het thuis zit te krijgen, dan kan het allebei het perron gaan halen. Ja, kun je alles aan halen. En dit boekje en de website en hij moet allemaal met elkaar gekoppeld zijn. Ja, advertenties, online bannering, overal. Ja. Overal zijn krantjes neergepleurd in de wereldwijd. Ja, zeggen, ja, net flyers. Weg in Europa liggen krantjes. En dat is allemaal aan jou te danken met de met werkgroep. De werkgroep ja, hoeveel ja. Mannen bestaan, of 14. Dames, mannen? 14 mensen in de werkgroep, marketing en PR. Club, hè? Is ook, maar we hebben het ook echt hard nodig. Ja, we hebben tekstschrijvers erin zitten, we hebben mensen echt regelneven, social media mensen, alles hoort daarbij. Maar ook zo'n actie als Zwaai de Vlag voor de Brabantse Dag, hoort daar gewoon bij. Ja, zeker. Heel leuk, hang een vlag buiten met een wimpel, je maakt kans op een taart. Ja. En je ziet het resultaat is dat het hele dorp vol hangt met taarten. Ja, ja. En, nee, goed. Ja, dat is... Dat is tof. Maar het is nog wel extra moeilijk geweest, denk ik dit jaar. Want er zijn echt heel veel veranderingen. Ik heb er eerst met Frank Ikink hier over gehad. Hè. We hebben het ook niet meer over de optocht. Hè. Nee, de optocht is helemaal voorbij. Het is een we gaan tegenwoordig naar de parade. Theaterparade. Ja. Dat is duidelijk, hè. Dus optocht helemaal. Het is compleet allemaal aangepast ook eigenlijk. Ja. Vroeger was kunsthistorische heze negen dagen optocht. Negen dagen cultuur. Negen dagen cultuurhistorische, heel verhaal. Nu is gewoon eenmaal Brabantse dag. En we hebben het over een theaterparade. That's it. Ja, het bestuur heeft gekeken. Waar we willen staan over een aantal jaar. Wie wij zijn uiteindelijk als kern. En de kern wat wij uniek maakt, is de parade. De voorheen probably known as optocht. Ja, want dat is ook al een pre-parade. Vond ik helemaal een mooi woord. Ja, namelijk voor optocht. Is dat niet meer, het is pre-parade. Dat werkt lekker toch, hè? Ja, dat is tekstschrijvers, tekstschrijvers. Ja, dat helemaal je marketing mensen, je verzinnen de gekste dingen, hè? Pre-parade. Ja, maar bewust gekeken met waar willen we naartoe. En wat ons uniek maakt in Hezen is die parade, die optocht. Uiteraard, we hebben altijd heel mooi een programma eromheen gehad. Maar met de komst van het dorpshuis en daar gebeurt zoveel moois. Ja. Dat maakt ons als Brabantse Dag in 9 dagen ervoor niet meer uniek. Ja. En ook gewoon middelen, wat kun je inzetten. Die parade is het pareltje waar het om gaat. Ja, precies. En daar gaan we focussen. Nou, daar hebben we tevens het punt voor genomen om de nieuwe huisstijl te introduceren. Ja. Dat is natuurlijk een monsterklus. Want dan hebben we stiekem nog wel heel veel bordjes. Ja, met een oud logo. Ja, en ja, en dan komt worden, ja, en wat parkeerborden. Ja. En waar is je fiets standaard. Nou, alles dat soort dingetjes. Ja. Druk mee bezig. Dus als je dat over nadenkt. We hebben dat eind mei gepubliceerd. Bekendgemaakt en het is nu
Het is nu allemaal klaar. Allemaal dus in klaar. 2 maanden tijd heeft iedereen echt snoeihard gewerkt. Ja, dat is echt niet normaal. Dat is echt een mega klus, hè? Ja, maar het mooie is ook dat het hele dorp er ook in meegaat. Iedereen vindt het ook mooi en omarmt het ook. En dat is voor ons echt top om te zien natuurlijk. Ja, ja. Jullie verwachten zelf ook de Engelse mensen hier, want in het boek staat ook altijd de Engelsen bij. Ja. Welke Engelsen komen ze dan? Hoe heet ze allemaal? Engelanders. Jen komt. Piet. Piet komt. Ja, Klees. Klees komt vaak. Klees. Klees, want je hebt... We hebben 3 Engelse gasten, dames en heren. Met het boekje is er helemaal op aangepast. Je hebt overal, alles staat al een keer het Engels erbij in het hoekje hier. Dus het is niet overdreven. Ik vond het wel bijzonder, ja. Nee, wij houden in de gaten. Wij doen bezoekersonderzoeken. Wij kijken waar mensen vandaan komen. En we zien echt afgelopen jaar een toename van buitenlandse gasten. Ja. Vluchtelingen en zo. Dat is misschien de volgende stap. Dus we moeten een meertalig boekje gaan maken in nog meer talen. Ja, ja. Sowieso een braille komt er ook nog bij. Dat kan echt zo niet. Ja, gewoon niet braille. Dus gewoon 2020 verwacht ik dat wel hoor. Dat is geen probleem. Ja. Hey, maar ik wil even met jou ook nog een ding hebben, Christa. Want ik heb jou een week of 2 geleden, voordat dit heel bij verhaal hier begon. Toen zat ik op een gegeven moment bezig te houden met het feit van social media. Jij weet er alles van. Ja. Ja. En mij verbaast het altijd waarom Hezenaren, ik kijk ook even in de camera, ja, ik kijk met waarom Hezenaren het zo weinig delen, weinig liken op Facebook of Twitter. En, want wat doet dat nou allemaal? Als jij dus iets op Facebook zet, op Twitter zet. Het filmpje van we maandag geplaatst hebben, van de staatsloterij, zondag kan het gebeuren, alleen dan zondag kan bij ons een parade gebeuren. Dat is 20.000 keer bekeken. 20.000 keer? Ja, het heeft 50.000 mensen bereikt. Alleen al op Facebook. Dan hebben we nog natuurlijk andere kanalen erop staan. Is ook bij Omroep Brabant bijvoorbeeld een Eindhoven Dagblad geweest. Ja. Dat is daar een van de meest bekeken berichten geweest gisteren. Maar dat is toch ook zo, hè? Hoe meer je het liked, hoe meer je het deelt, hoe sneller het gaat, zo werkt hoe verspreid als een olievlek. Ja. En dan gaat het echt heel ver. Ja, hè? Dus jouw oproep daarna met deel alles. Deel alles. Ik heb er een hele gezet van deel heel de sodemieter waar alles met Brabantse Dag te maken heeft. Dus dat denk ik nog een keer. Alles delen van de Brabantse delen. Deel. Wat die zegt. Vooral die laatste 2 weken. Mensen gaan bepalen van wat ga ik zondag gaan doen. Ja. Wat gaan we zondag doen met mijn familie dan ook. En hoe meer mensen het weten, hoe... En het kost niks. Dat liggen een druk op de knop. Ja. En wij zijn er heel blij mee. Hun zijn er super blij mee. En wat me opvalt, jullie schijnt ook super leuk. Ja, wij zijn ook wel heel leuk. Nee, maar er zijn veranderingen gaande. Weet je wat is? Er zijn een paar mensen die enorm goed te schrijven daar. Nou, het onderwerp is gewoon leuk. Ik bedoel, er is niks wat ons trotser kan maken. Dan de Brabantse Dag. Ja. Als ik filmpjes laat zien onze stagiairs, sta ik erbij te janken, zeg maar. Echt als emotioneel. Ja, heel fijn. Ja, dat zo. Ik het ook al, ben ik heel trots altijd. Ja, vertel. Nou, dan hou op. Ja, dat bedoel ik. Dat soort dingen. Maar je kunt over de Brabantse Dag niks anders dan mooi schrijven. Ja. Dat kan niet anders. Ja. En dat het zondag een fantastische dag wordt, dat is. Tuurlijk. Ja. Geen enkele twijfel, zeg maar. Ja. Wat die wagenbouwers, die 16 groepen gemaakt hebben, is niet normaal. Ja. Uiteraard. Dus. Dat wordt weer zondagavond te janken, natuurlijk. Patricia, zou jij naar de Drentse dag gaan? Nee. Of de Overijsselse dag? Nee. Zeeuwse dag dan? Nee, ook niet. Oh, nee, waarom niet? Nee. Dat kan ik niet hebben aan de Brabantse. Juist, toch? Goed antwoord, Nee, maar dat is ook zo'n ding. Zou jij er wel naartoe gaan dan? Nou, nee, maar dat is eigenlijk een bruggetje wat ik nou vertel. Want er is al vaak natuurlijk over geopperd. En Brabantse dag is eigenlijk al bollig, hè? Dat is boerse. Ja. Er is een ver verleden carnaval, geweest. Ik zou denken als ik in Amsterdam woon. Hè? Ja, dat klopt. Hè? Ik kon even de knuppel in dan ga ik dadelijk janken naar huis, maar dat is verder niet. Nee. Als je inderdaad Brabant zegt en optocht. Ik bedoel vanuit marketing technisch gezien. Hebben wij daar de dag niet echt een goede naam. Nee. Jaren terug heeft Sticht dat ooit proberen te veranderen. Ja. Maar gaan die naam aanpassen. Ja. Toen stonden 16 wagenbouwersgroepen op, toen nog 18, en die zeiden, precies, dat gaan we niet doen. Dat is onze dag. En daar hebben ze gewoon gelijk in. De Brabantse dag is wel bewust aan elkaar geschreven. Ja. Het is een merk namelijk, want ook de Vierdaagse Nijmegen heeft een Brabantse dag. Maar er is maar één Brabantse dag. En als je het aan elkaar schrijft, is het een merk. Dus vandaar dat we ook zonder spatie aan elkaar schrijven. De Brabantse dag is uniek. Ja. En dat laten we zo. Maar wat mij opvalt dan weer, hè, ik vind het leuk om even ergens over te hebben. Je wilt toch tranen zien? Nee, ik wil geen tranen. Nee. Maar er staat het boekje ook al, er wordt al gesproken over een ganse dag. Ja. Met vermaak. Ja. Parade. Dit lijkt heel erg op de parade van vermaak. Van vorig jaar. Ja, het thema van vorig jaar is wel inspirerend geweest. Ja, inderdaad. Om het boekje te maken. Ja. Maar inderdaad, we hebben heel lang gekeken naar wat is de propositie, wat zijn we nou, Brabantse dag en dan. Ja. Ze hebben dan een optocht, ze hebben dan een défilé. Ja.
Waar zijn wij? Zijn wij dan een corso zijn we ook niet. Ja. En een theaterparade, want wat er voorbij rolt zijn gewoon 16 theaterdecors. Ja, maar ik ken dat al heel lang. Ja, ik kom je uit kijken? Hoeft mij niet uit te raad leggen. Raad ik aan. Nee, maar dat is juist het probleem. Kijk, wij Heesnaren weten allemaal wat het is. Ja. Wij zien overal vlaggen en toestanden hangen, allemaal leuk, maar wij weten het al. De mensen buiten Heesen moeten weten wat het is. Want wij zijn afhankelijk uiteindelijk, de optocht is afhankelijk van... Het publiek. Publiek. En andersom ook, het is wel een wisselwerking. Ja. Zonder publiek is er geen optocht. Ja, nee, dat klopt. Dus maar ik vind het wel helemaal top waar je mee bezig bent. En dat geldt voor Patricia uiteraard ook gewoon. We zijn allemaal goed bezig. We dragen allemaal steentje bij om een geweldige dag van te maken. Ja. Ik wens jullie nog heel veel plezier de komende dagen. Ja, en zondag zet hem op. Jazeker. Zoek toch naar Marietje Kessels. Ja. Vinden. Gaat goed komen. Op het Strabrechtplein misschien dat ze daar... Ja, wie weet. Wie weet. Zoeken. Komt goed. Bedankt. Top succes verder. Dat wij er mogen zijn. We zien elkaar met die dagen. Dankjewel. Zeker weten. Ja. Merci, bedankt. We gaan even wisselen. Toch? We wisselen de boel even. En dan gaan we kijken wij op de kalender, dan zien we dat we zo langzamerhand mogen gaan aftellen. Ja, want het is bijna de laatste zondag van augustus. Kijken we eens aftellen. Even je gezicht in de plooien, heel goed. Ja, en je weet hoe het zit, hè, bij de Brabantse Dag in Heesen. Hoe, Aubeet? Je bent wagenbouwer met een grote W. Want de Brabantse Dag is de grootste theaterparade van het jaar. Nou, het is bijna de 26e. Laat de parade maar komen. Duurt niet lang meer. Spannend. Oh yes. Zondag gaat het gebeuren. De Brabantse Dag. Wel af en toe een beetje aan die wagen werken, hè? Ja, heel goed. Kijk eens aan, zijn we weer terug. We hebben even onze gasten even verwerst, hè. Dat was hard nodig, potverdomme. Het was leuk om weer even een ander gespreksje aan te gaan, toch, of niet, Nathalie? Een jonge volk. Jonge volk, precies, hè. Nathalie Nuis, hier aanwezig van de Rooie Hoek. Ook als een mooie naam, hè. Oh, heerlijk, hè. Is lekker in de mond, hè. En hij is lang en hij staat ook al een beetje, schif. Ruud Leijsen is het, hier, van Ischie Schif. Ja, van Ischie Schif, Ruud, ja. Welkom, Nathalie, uiteraard welkom. Hoe is Ruud? Ja, goed. Is het nooit te doen allemaal zo, jongens? Ja, het is allemaal prima te doen. Dat is goed, hè? Spannend alweer. Nee, bij jullie is het nooit spannend, hè? Ja, het geschrift is altijd al het week van de vuurklaar. Nou ook weer? Daar valt het iets tegen. Dat meen je niet. Maar ik heb alle vertrouwen in dat het afkomt. Komt, hè? Dat wel. Dat wel, hè? Komt altijd ben ik altijd heel snel een week van de vuur is dan wel, een beetje twee vingers in de neus en we zijn klaar. Ja, die jaar hebben we er zeker bij gehad, ja, zeker. Maar dat gaat niet gebeuren nou, hè? Dit jaar niet. Ja, wat doe je bij je? Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo'n actief bouwer. Ik heb twee linkerhanden. Ik zal je vertellen, als ik met mijn zaag aan de haal ga, dan heb ik binnen straal van 10 meter niemand in mijn buurt staan. Om aan te geven hoe goed ik met bouwen ben. En dan ben ik in die lange arm ook heel gauw ergens. Ja, precies. Dat ook precies. Ja, ik snap het. Ja. Dus ik bemoei me met de spelcommissie. Dus wat we uitbeelden zondag op de weg, dan ga ik en nog vijf andere... Ja, gaan we zo rond maart al ongeveer bedenken van wat we op zondag aan het publiek willen gaan laten zien. Ja. Mooi, hè? Daar ligt, daar ligt meer mijn kracht dan... En jullie al die grappen erbij, het is allemaal lachen bij jullie natuurlijk. Ja, dat is wel een ding, hè? Jullie zijn toch meestal... Of zeg ik dat verkeerd? Nou, wij proberen meestal heb ik al iedereen dat jullie lachen wel belangrijk vindt, of niet? Ja, wij proberen vooral met emotie het publiek te bereiken. We hebben dan vorig jaar het spookhuis gehad. Nou, dat was dan als vermaak angst. Ja, dat heb je wel altijd angst. Het jaar daarvoor hebben we het halve zonenlijntje gehad. Ja, dat was natuurlijk... Lach. Ja, de mensen hadden tranen in de ogen van het lachen. En zo proberen wij altijd wel ons te onderscheiden. Ja, dat was geweldig voor jou, was ook erg grappig weer. Ja. Of erg grappig, mooi te zien gewoon. Hè? We hebben het ook dit jaar als vandaag als achtergrond, zie je dat? Ja, ik zie het ja. Als achtergrond hebben we de spoorkuif van jullie nog even erbij gehad. Dus was een geweldige wagen, prachtig inderdaad. Zeker. En je hebt het mooie ding gemaakt. En in een keer hier, hè? Algemeen winnaar, hè? Nou, ik ben vanaf mijn geboorte eigenlijk lid, zeg maar. En vanaf mijn vierde jaar doe ik mee. Van de geboorte ben je al lid? Ja, mijn vader en moeder zitten er ook al vanaf het begin. Mijn vader is zelfs medeoprichter van iets. Ja. Dus, 25 jaar nou, hè? Ja, dus 25 jaar. Ja. Dus het is er met papa. En ik was erbij. Het feest was geweldig, hè? Ja. Je optreden ook. Verdomme, hebben we er veel plezier gehad, hè? Maar wat ik meegenomen heb, wij stonden vroeger bekend om niet zo vaak bij de eerste 10 te eindigen. En dat is sinds een aantal jaren gelukkig anders. Gelukkig, je doet natuurlijk mee voor het plezier, maar kijk, mensen die zeggen van ik doe niet mee voor te winnen. Ja, nee, je doet mee voor de gezelligheid, maar een prijs winnen is altijd leuk. Precies. En ik heb hier, ik zal hem even laten zien. Algemeen winnaar. Het thema vreemd, met de Vliegende Hollander in 2011. Ja, dat is de enige keer dat we gewonnen hebben, maar dat was wel... dat was niet niks. Het was echt een fantastisch feest. Ja. Echt, als je volwassen mensen, waaronder mijn vader... ziet echt het huilen van blijdschap. Dat is raar, hè? Dat is heel mooi te zien. Ik heb dus jaren hopeloos gezeten.
En dan was dat vooral in die feestavonden. En in die tijd wonnen ze nog. Wij zeggen niks. Toen wonnen ze nog. En dan zagen dat volwassen mensen, wat jij vertelt. Hè? Ja. Niet te geloven, hè? Dat is volwassen mensen met tranen over de wangen rollen. Ja, maar dat is niet waar. Maar ik denk dat dat bij de rode denkt. Dat is overal. Overal als je een keer wint, dat is een probleem. Het went niet. Het went niet. Dat blijft nu. Ik denk dat ik al 5 keer gewonnen heb. Ik wil ook niet aan wennen. Nee. Gewoon 5 keer gewonnen al. Dus dat scheelt allemaal. Ja, dat was echt een hoogtepunt. Voor jullie dus keer en daar gaan zeker vaker voor komen. Laat het hopen, maar. Actieve groep gewoon super actief. Ja, zeker, maar concurrentie is groot tegenwoordig. Ja, ik vind dat je elk jaar, als je al bij de eerste 10 zit, dan doe je het gewoon hartstikke goed. En ook zit je daar niet bij natuurlijk. Iedereen doet gewoon zijn stinkende best om een mooie wagen neer te zetten. En we doen elk jaar gewoon heel veel groepen mee in de prijzen. Dit jaar, dus. Dit jaar is ook hier, nou niet op deze foto, maar dit jaar is Wimke Vres bij jullie is nogal in beeld trek, overal. Ja, die is in trek. Op de rode, zei dan, wie zei ik? Wie zei hij? Weet jij zo? Wie is? Birgit Winters. Birgit Winters, dit is Birgit Winters. Birgit Winters. Maar ook Wimke Vres is heel vaak in beeld, hè, met de andere, misschien staat hij hier op erin trouwens. Nou, zou ze in Oostenrijk dan ook zien? Dat weet ik niet, want Wimke is in Oostenrijk. Hij woont in Oostenrijk, hè? Ja, precies. En dan is je overal met enige regelmaat in beeld, zie je hem even niet bijstaan. Maar, we gaan het doen. Wij gaan dit jaar Antonius Bolsjes in orde brengen, de kaarsenmaker uit Schijndel. Hij was eigenlijk de uitvinder om met Borbeio-was te bleken. Is hij eigenlijk daardoor zijn bedrijfje begonnen, zijn kaarsen, Bolsjes. En in de eerste instantie toen ik de naam hoorde dacht ik van, dat ken ik niet. Ja. Maar als je het logo ziet dan zegt iedereen, oh ja, Bolsjes, de kaarsen van Bolsjes. Dat is nog steeds bekend. Ja, maar dat eigenlijk, en jullie wagen wordt toch in de grote druiper? Nee, niet helemaal. Ik moet het punt doen. We hebben al een paar druipers erop staan. Een paar druipers? Ja, een paar druipers. Ja, een paar druipers. Gerry Bukkers. Nee, geen Gerry Bukkers. Nee. Nee, vooraan hebben we een hele grote bij. Een hele mooie bij. Ik vind hem zelf heel mooi in ieder geval. Uiteindelijk daarachter de hoofdwagen zijn de druipende kaarsen, de druipers. En daarachter hebben we een grote processie met een mannetje of 65 die de ode aan Bolsjes brengen. Ja, geweldig toch? He? Ja, en dat is heel ingetogen, maar wel heel mooi. En Schijndel, kom kijken bij jullie? Een paar mensen Schijndel? Ja, burgemeester is al geweest. Burgemeester, kom kijken, Schijndel. Was erg onder de indruk. Ja. Dus helemaal mooi. En die komt zondag weer terug met een hele delegatie van. Dat hebben ze wel gezegd hoor. Ja. Al die burgemeesters, kom maar even kijken zondag. Ja. Kan niet missen. En Biori? Ja, gaat goed. Nathalie? Gaat heel goed, we zijn heel tevreden. Toch toch, hè? Ja, wij liggen op schema. Als je geen schema hebt, ben je altijd op schema. Ja, kijk, het is altijd een deadline natuurlijk, hè? Dat is al het probleem met mijn wagenbouwers. Ja, maar al zou de optocht 2 weken later zijn, dan nog zit je zaterdag met van allerlei stressmomentjes. Maar dat hoort een beetje bij. Ja, dat hoort erbij. Daarom janken wij ook op zondagavond. Dat is die ontlading. Dat zal zijn. Vermoeidheid, spanning, alles. Ja, krijgen we het allemaal af voor die tijd. En als ook nacht de deur geweest, want dus zaterdag. Ja, maar dat vind ik leuk. Ik vind dat heel leuk. Je hebt erbij die verdiener, hij is een groepsclub. Die moet altijd jaar in, jaar uit, altijd deurwerken tot zondagmerken. Van het terrein vrije is de verf nog nat. Hè? Ja, ik vind het ook heel leuk als je bepaalde projecten krijgt binnen bijvoorbeeld kleding. Ik vind het heerlijk om dat mee naar huis te nemen. Ja. 'S Nachts de radio aan, een paar uur door en dan ook door tot het klaar is. Yes. Want als het dan thuis afgewerkt is, dan kunnen we mooi op de bouw nog een beetje schilderen of een beetje het sfeertje voelen. Precies, snap het. Ja. Helemaal goed. Ja. Hey, maar jullie bent 2000 opgericht, hè? Ja. 2000, hè? 18 jaar erop zitten. 5 keer Malnieuws gewonnen al. 5 keer in de rode hoek op de, bizar. Op de troon, zeg maar. Ja, nummer 1. Ja, bizar, ja. Ja, ja. Niet normaal. En het went ook serieus niet. Want wij gaan er volgens mij toch altijd redelijk in. Zo van, nou ja, we zien wel. En net wat Ruud ook zegt, je hoopt bij de eerste 10 te zitten. Maar de concurrentie is zo bizar. Ja, je weet het niet meer, hè. Kijk, 10 jaar geleden zeker. Dan wisten al van, nou, die waren die wint. Die wint, dat was al klaar. Ja. Is niet meer, hè? Nee. Vorig jaar had ik op jullie zeker niet verwacht. Nee. Niet van, die gaan zeker winnen. Snap je dat ook? Nee, ik vond ons thema technisch. Dan kunnen we wel 5 kunnen winnen. Ja, vond ik heel erg goed. Ja. Maar nee, dat had ik niet verwacht. Ja. Hé! Hey! We hebben een kijkersvraag, dames en heren. Een kijkersvraag. Dat is interessant, hè? Even kijken. Het is een kijkvraag van Bart. Dankjewel, Bart. Bart komt het nieuwe Gein. Misschien kijken we het allemaal van bellen. Zo ver weg, niet normaal. Bart, het nieuwe Gein. Hoe lang wordt er op een act op de wagen geoefend? Dus in de act, dit spel. Ja, als ik bij ons kijk, wij oefenen regelmatig. Als je een beetje betrokken lid bent, dan ben je dan ben je regelmatig. Kom je wel kijken. Ja.
En bij jullie? Spel is belangrijk. Verschillend. We hebben dit jaar minder oefenavonden gehad dan afgelopen jaar. Maar we hebben toen we met de Vliegende Hollander hebben we bijna vanaf mei 2-3 keer per week geoefend. Echt waar? Vanaf mei? 2-3 keer per week? Ja, maar die toen een hakka. Dat is een soort danskreet van de nieuwe Nieuw-Zeeland van de rugbyploeg. Ja, die als daar allemaal 60 man tegelijk moet, dat moest dat moet we gaan wel wat uurtjes en wat frustratie en wat gepuzzel inzetten, maar ja, het resultaat mooi. Dat was geweldig, ja. Dus dat kan lang duren, Bart. Ja, dat kan zeker lang duren. Dus als je mee wilt doen, en bij hun moet het niet zijn, moet je heel lang oefenen. Heel lang oefenen. Maar bij jullie is dat net, bij jullie zat het vroeger. Het wisselt natuurlijk een beetje. Vorig jaar was ik wel strak, hè? Ja. Vorig jaar met een liedje, met moeilijke naam, Charivari. Dat zag er perfect uit, dat was inderdaad wel heel gelikt. Was natuurlijk ook heel actueel thema. Ja. Nog steeds, helaas. Maar ik denk trouwens, by the way, dat de actualiteit toch goed doet. We hebben 2 jaar geleden gehad met bloed, zweet en tranen, vluchtelingen. He? Als daar kwam er ook als winnende wagen uit, weet je wel? En dat helpt denk ik ook wel ooit. Ik denk als het wel. Als je uitkomt, kan er wel. Ja. Ik vind het ook wel een heel mooi streven om die link te hebben. En wellicht in dit geval met Vriendenkring Snoeien ook wel, dat die een actueel thema er hebben erbij. Waar je inderdaad wel even door de link hebt, als je daar als publiek staat van hey. Ja, in eerste instantie kijken van, goh, wat balen of erg. Of, ja, maar er komen even vervolgens dingen. Vervolgens denk ik, toch, dat speelt nog steeds. Ah, dat is heftig. Ja. Ik kan me bijvoorbeeld dan nog een wagen van Huisshow herinneren. Dat is de onderduiking van de Joden gaan hadden. Ja, vond ik zo indrukwekkend. Ja. Omdat je zelf weet, je bent bekend met het thema. Ja. Ja, als je dan ziet hoe hun eruit wil, dan kijk ik ook en dat is eigenlijk ook een actueel in zekere zin. Hè? Helaas. Jullie thema? Ons Paulientje. Ossendrecht. Jullie bent gestopt in Ossendrecht. Ja. Tuut, Ossendrecht. En toen Paulientje inderdaad. Vertel er eens over. Nou, Paulientje is heel klein geboren en is klein gebleven. Ja, die hebben ook niet uitgenodigd, want die kwam in die bovenuit. Nee, die kwam er toch niet bovenuit. Heeft helemaal geen zin. 61 centimeter. Ja. En dat was toen ze 16 was, toen ze stierf. Dat was bij mijn geboorte al. Maar, hij is met zijn geboorte al. Maar doordat Paulientje zo uniek was, zo klein, dacht de vader toen ze 2 jaar was van hier is wel een slaatje uit te slaan. Ja, precies. Dus hij heeft dan meegenomen naar de markt en van de markt kwamen ze op de kermis en van de kermis werd het circus. En de circus tijd, werd... ik heb je net al vroeger. Hè, die daar hoorde zij eigenlijk wel zeker onder en vandaar is ze in het theater terecht gekomen en uiteindelijk zelfs New York. New York is nog die kleine meid heeft het... Letterlijk en figuurlijk ver geschopt, maar helaas ze mocht maar 16 jaar oud worden. En misschien heeft ze het nooit leuk gevonden, waarschijnlijk ook niet. Hè? Dat is de tragiek dat die is wel de tragiek bij ons de twee kanten. Ja. Het is natuurlijk triest dat je sowieso een kind of een artiest verliest. Ja. Maar de vraag is natuurlijk, heeft dat kind ooit een leuke jeugd gehad? Want ze is waarschijnlijk gedwongen, ze zat zwaar aan de alcohol, wellicht om ze rustig te houden. 16 jaar alcohol, hè? Want het was heel braaf doe je kunstje. Daarom zie je bij ons ook meerdere speeldozen. Omdat een ballerina op een speeldoos ook constant dat spel herhaalt en dat kunstje moet komt doen. Komt in ieder geval, kijk, vorig jaar hadden één meid zeg maar in die koor zitten en daar draait om. Is er in ieder geval dan diverse Paulientjes zeg maar die Ik weet niet of jullie Martijn van Bree kennen? Des Paulientje. We zijn nog in twijfel. Ongeveer, ik vind zelf de geschikte... Dat is ongeveer jouw formaat, zeg maar Ruud. Ja. Oh, een groot Paulientje dan, Een groot Paulientje. Dat wordt 6,10 meter ongeveer in plaats van 1,6 centimeter. Ja, nou ja, ik zou het geweldig vinden. Nee, wij laten silhouetten van Paulientje zien. Maar dat vroeg mij ook af. Wie gaat er godsnaam naar de Paulientjes en en eentje wil nog wel, maar niet zoveel. Want op elke wagen komt Paulientje terug. Ja, komt niet terug. Ja, maar hij heeft iets opgevonden. Waar haalt hij toch vandaan? Dus komt het zien, komt het zien. Dus jullie gaat weer techniek toepassen. Dat, hij had al vaker gelapt, met de marktkraam vol, ook met al die tv-schermen vol. Was ook mooie plaats. Dat is geweldig inderdaad. Maar er komt dus weer techniek boven drijven. De speldozen draaien, de speldozen sleutels waarmee een speldoos wordt opgerond, die draaien. Ja, nog ik natuurlijk nog meer dingen. Ik heb nog één ding genoemd, want jullie laten vernoemd op letterlijk in de tekst hier in de boekje nog. Hè, een indrukwekkend verhaal op de weg zetten dat emoties oproept. Hè? Ja. Die meneer. Dus jullie hebben ook echt die beweging al gemaakt. Hè? Een paar jaar geleden heeft iedereen het een beetje om moeten gooien. We gaan starten met een emotie, welke emotie willen we bij het publiek. Van daaruit werken we naartoe. Hè? Ja, en dan ga je ook naar zoeken. Dat is super, hè? Ja. En dan sluit ik ook af met het verhaal hier. Niet ons verhaal, maar in ieder geval dit ding. Dames en heren, mogen wij bij wijze van laatste eer een overdauwend applaus voor Paulientje? Ja. Met wel een vraagteken erachter. Want is het inderdaad, wat wil wij wel? Wat is het beste? Het is tragisch. Ja, eigenlijk is een applaus vragen. Maar het is een vraag van, wat doet er mee natuurlijk? Ja. Is eigenlijk best wel een... Ja, eigenlijk niet prettig. Eigenlijk. Want dat meisje heeft nooit leuk gehad. Moet ik nou een applaus geven?
ja. Maar, ja, maar je kunt haar ook eren met een appel. Nee, weet je, nee, maar het is wel, dat is wel heel dubbel, toch? Ja, ja, of niet? Absoluut, ja. Kunnen we wel maken? Is dat wel, is dat nog wel, ja. Dat gaat is het not blijken. Done? Is het not done om te applaudisseren? Of is het over nagedacht, begrijp ik dan? Ja, en toch vind ik ook, dat merkt ook wel met de kerkdienst, of het nou een begrafenis of een bruiloft. Er kunnen ooit heel mooi, of er worden vaak heel mooie woorden gezegd, muziek gespeeld. En, ook applaus, en dan zie je mensen ook zo ooit van, ben ik nou klap of niet? Ja. Ik hou er wel van. Ja. Dus uiten van emotie, ja. Moet je ja. maar weten houden. Ja. Nee, maar dat begrijp ik. Hè. Ik snap het helemaal, ik vind het al prachtig. Als dat gebeurt zo, bij een begrafenis, ja. dan vind ik altijd wel iets hebben. Dan krijg je kippenvel. Maar in dit geval vind ik ook wel weer heftig. Kijk, we hebben Paulientje natuurlijk niet persoonlijk gekend. Dat scheelt natuurlijk. Hè. Nee. Maar anders is het best wel. Wij gaan zelf niet applaudisseren. Wij zijn echt een zeer ingetogen brouwstoet met heel erg veel verdriet. We gaan het allemaal zien. We gaan het niet misnouwen. Een spontane reactie van het publiek af. Ja, is precies. Wel mooi. Nou, er staat niet voor niks een vraagteken achter. Hè. Het is van, Neem erom. En je mails kunnen zien. Inmiddels zitten we op 600.000 kijkers. En hij heeft niet eens verteld wie erin zit. Nee, och waar. Ga je wel vertellen, die Chef Special, is dat jouw favoriete groep? Chef Special! Nou, daar zit muziek in dit trommeltje. Dat moeten we even vertellen. Ik wil even vertellen, want je gaat altijd, dat braaf stierke hier, dat is heel lang. Dan krijg je het trommeltje toch niet open. Trommeltje niet open. Ben benieuwd, waar zit erin? Wat daar in het trommeltje? Koekjes. Ja, dat zijn wafeltjes. Ja, die heb je gebakken. Dat heb je gebakken, natuurlijk. Ja, dat heb ik op Facebook gelegen. Jij bent de vaste wafelbakker bij de Rooie Noek. Mijn moeder was het. Mijn ouders dragen allebei de Rooie Noek een heel warm hart. We zijn altijd actief geweest met hand- en spandiensten. En als mama had begint de traditie van, ik ga eens een trommeltje wafels bakken. Maar ja, dat was lucht, hè. Dat is 2 graden en het was op. Dus als mama bleef maar bakken. Ja. En 2 jaar geleden lag ons mama op sterfbed thuis. En vanuit het sterfbed heeft ze mijn zoon Igor geregistreerd hoe wafels worden gebakken. Tja, daarop heeft Igor het ook weer gedaan. Die had nou geen tijd. Dus nou neem ik het over. Nou, en dan praten we over 400-500 wafels per seizoen. Ja, begrijp het. Ja. En daar gaan we van genieten. En ik heb er een paar echt weg moeten trekken. Want ze zeggen, meen je nou? Ja, waanzinnig. Dat wilde ze weten. Gekker. Zo populair. Gaan wij dat proberen, Ruud? Ja, kijk. Wij gaan het proberen. Ruud, vat jij de eerste? Ja, jij krijgt een hartje. Hoor. Zijn het allemaal hartjes altijd? Ja, ik krijg weer een gebroken hart. Ik heb een gebroken hart. Weet je wat we doen? We steken allemaal zijn ding in onze muil en dan gaan we gewoon afscheid nemen van de mensen. Ik een passend einde. Toch passend einde. Ja, hè? Fijn dat jullie er waren. Ik geef vast een hand. Graag gedaan. Kei, bedankt. Heel graag gedaan. Bedankt, hè. Neem ik even afscheid van de gasten. Tot ziens. Veel plezier verder. Hè? Dames en heren, bedankt voor het kijken. Ik zet de dingen even aan de kant. Het was gezellig. Denk ik, wij vonden het leuk om te doen. Volgens mij ging het technisch ook best wel goed allemaal deze keer. Dus snel hoe we willen leren. Onvoorstelbaar, hè. En morgen de gast hier bij de talkshow van Brouwer en Kortjukken. Komt Joost in het hout. Op naam de stichting Vrienden van de Brabantse Dag. We hebben Judith van der Velten van de Rijntum. Jacques van Eyck van het Seizo. En Patricia Kerkhoff komt namens de vrienden. Nee, wacht, zei ik nou. Die hebben we vandaag gehad. Kom ik nog een keer, Patricia? We krijgen de Nol Kuijder namens de Lambrecht vrienden. Fijne avond allemaal nog. En kijk morgen weer. Gezellig. Hoi, houdoe.